Hallo allemaal. Van harte welkom bij het Van Gogh Museum. Ik ben Beer Baks. Gaan jullie gezellig met ons mee? Toby en Pepper zijn alvast vooruit. En Vlinder gaat zich ergens verstoppen. Hè, Vlinder? Gaan jullie haar zoeken? Eens kijken wat we deze keer allemaal gaan doen. Toby? Pepper? Waar zijn jullie? Ah, daar zijn jullie. Kom eens kijken bij dit schilderij. Er staat een meneer op. Oh. Weten jullie wie dat is? Dat is... Ja, ik weet het wel. Dat is Vincent van Gogh. Een beroemde kunstenaar. Wat goed van jou, Toby. Vincent was a painter. He made lots of paintings. Heel goed, Pepper. Vincent was een schilder. Hij maakte heel veel schilderijen. Oh, wow. Kijk maar eens mee, kinderen. Toen Vincent schilder wilde worden, moest hij nog veel oefenen. Voor zijn schilderijen gebruikte hij eerst veel donkere kleuren. Oh. Kijk maar eens naar deze mensen aan tafel. Oeh, wat is het daar donker binnen, hè? Inderdaad. Of naar dit grote huis. Het is daar herfst, Max. Dat kun je wel zien aan de bruine blaadjes aan de bomen. Jazeker. Veel donkere kleuren. Zien jullie wel? Yes, lots of dark colors. Maar deze schilderijen zijn veel lichter, Max. Goed gezien, Toby. Vincent gebruikte later liever lichte kleuren. Oh. Zien jullie wel, kinderen? Kijk maar eens naar deze grote straat. Oh. Zie je de huizen met die mooie oranje daken? En wat een prachtig blauwe lucht. Wauw. Oh, en daar zijn de zonnige zonnebloemen. Zoveel geel. Vincent hield van lichte, felle kleuren, dat kun je wel zien. Weet je, Max? Ik denk dat geel de lievelingskleur van Vincent was. En de mijne, want geel is ook de kleur van bananen. Yummy. Ik weet niet of Vincent ook bananen at, Toby, maar hij was wel dol op geel. Yellow. Eens kijken of jullie goed hebben gekeken, kinderen. Toby, kom maar eens bij. Hoi. Toby heeft twee schilderijen bij zich. I see houses. Welke van de twee schilderijen is geschilderd in lichte, felle kleuren? Kijk maar eens goed. Is dit geschilderd in felle kleuren? Of is het deze? Wat denken jullie? Deze. Het gele huis. Goed, Toby en Pepper. Op het andere schilderij waren de kleuren veel donkerder. Dit schilderij maakte Vincent met felle kleuren. Kijk eens naar dat geel en dat blauw. Net zo blauw als Pepper. Blue, blue, I love blue. Grrr. Maar je houdt ook van rood, hè, Pep? Want dat is de kleur van je staart. I love blue and I love red too. Grrr. Kijk, dit is het atelier van het Van Gogh Museum. Hier mogen kinderen zelf tekenen en schilderen. In het atelier hebben ze een heleboel kleuren verf. Maar wisten jullie al dat je eigenlijk alleen geel, blauw en rood nodig hebt? Daarmee kun je een heleboel andere kleuren maken. Als je gele en blauwe verf bij elkaar doet, krijg je groen. En als je gele en rode verf bij elkaar doet, krijg je oranje. En als je blauwe en rode verf bij elkaar doet, krijg je paars. Dat noem je kleurenmengen. Vincent was daar heel goed in. Kijk, zo gaat dat. We hebben gele, rode en blauwe verf. De verf wordt gemengd op het palet, zie je wel? Geel met blauw. Kijk, dat wordt samen groen. Oh, en hier zijn weer andere kleuren. Geel met rood. Ja, dat wordt oranje. Mooi hoor. Ah, ja, deze hadden we nog niet gehad. Blauw met rood.
Kijk toch eens, dat wordt paars. Wat een prachtige kleur. Zo gaat dat dus met mengen. Eerst hadden we alleen geel, rood en blauw. En nu hebben we er groen, oranje en paars bij gekregen. Ik snap wel waarom Vincent zoveel van kleuren hield. Jullie ook? Look at this one. Wat zijn dat? I see grapes. Yum, yum. Ja, druiven. Lekker. En kijk al die kleuren. Vinden jullie druiven ook zo lekker, kinderen? Vincent wel, hoor. Maar hij at ze niet meteen op. Nee, eerst maakte hij er een schilderij van. Een schilderij met lekker felle kleuren. Kijk maar. Geel en paars en rood en groen. Maar hoe weet je nou of kleuren mooi bij elkaar passen? Dat is best moeilijk kiezen, of niet soms? Oh, maar je kunt toch gewoon lekker met verf smeren, Bax? Als het niet mooi wordt, schilder je er gewoon overheen. Nou, maar dan verknoei je wel een heleboel verf. Dat wilde Vincent niet. Kom, dan gaan we kijken hoe hij zijn kleuren koos zonder verf te verknoeien. Vincent had namelijk een trucje om kleuren te kiezen. Kijk maar eens naar deze puzzel. Oh, leuke puzzel. Daar ben ik heel goed in, hoor. Ja. Oh, yes. Even kijken. Ik zie iets roods. Ja. Yes, yes, lots of red. Wat denken jullie, kinderen? Kijk maar eens goed. Is het een doosje? Ja. Ja, het is een doosje. Een box. Hè? Met bolletjes wol? Ja. Was dat Vincent's trucje? Ja, Toby. Hij zocht met bolletjes wol eerst de kleuren bij elkaar. Oh. En daarna ging hij pas met verf schilderen. Kijk, daar vliegt Pepper. Oeh, zie je dat? Ze verliest een prachtige rode veer. Wil jij hem voor mij zoeken? Dit is ook een schilderij van Vincent. Eens kijken, waar is de veer gebleven? Goed kijken, hoor. Als je de veer ziet, mag je hem aanwijzen. Aha, gevonden. Daar is het veertje van Pepper. Dit is een schilderij van Vincent. Zie jij al wat erop staat? Even kijken. Ik zie blauw. Is dat water? En groen? Plantjes? Kun je het eten, Bax? Net als die druiven? Nee, hoor. Kijk nog maar eens goed. Is het... Oh, nu zie ik het. Het is een bootje in de zee. Juist. Wat een golven. Heel goed, Toby. Vincent was een dagje naar het strand. En daar maakte hij een schilderij in de kleuren van de zee. Oh, ik krijg zin om naar het strand te gaan. Yes, yes. To the beach. Naar het strand. Ja. Kijk, daar staat Toby. Hij heeft iets bij zich. Kan jij aan deze vorm zien wat dat is? Draagt Toby een grote tas met boodschappen? Of is het een vaas met zonnebloemen? Of misschien een speelgoedmand? Ik geef jullie een tip. De kleur is Vincent's lievelingskleur. Wat denk je? Ja, een vaas met zonnebloemen. Daar hield Vincent van. Ze zijn ook zo mooi geel. Ah, daar hebben we Vlinder weer. Ze is klaar met verstoppen. En, heb jij Vlinder kunnen vinden tussen al die mooie kleuren? Pepper weet precies waar ze verstopt zat. Hé, Pepper? Zullen we eens gaan kijken waar? Ah, kijk nou eens. Vlinder zat verstopt in het atelier. Had jij haar ook gezien? Nee, dan kun je het filmpje gewoon nog een keer bekijken. Wat hebben we weer veel mooie schilderijen gezien, hè, kinderen? We hebben gezien hoe Vincent zijn kleuren uitzocht. En waarom hij zoveel van zonnebloemen hield en druiven en bootjes. En we zagen zelfs hoe je kleuren kunt mengen op een palet. Ja, en dit mooie schilderij hangen we op als herinnering.
Bedankt voor het kijken, lieve kinderen. Tot de volgende keer. Dan gaan we weer spelletjes spelen en op zoek naar nog veel meer schilderijen van Vincent. Bye. Dag. Hoi allemaal. Wist je dat er ook een Storyzoo shop online is? Hier kun je een knuffel kopen van mij. Of eentje van Beerbox. Of van Pepper. Lekker zacht. Oh, boekjes. Dan kunnen we samen Engels leren. Je kunt ze kopen in de Storyzoo online shop. Klik hier. Knuffels. Wacht, klik hier om nog een filmpje van ons te kijken. En klik hier om te abonneren op ons kanaal.